In de Amazing-studie onderzochten cardiologen, internisten en radiologen het nut van het toedienen van extra vocht bij het gebruik van contrastmiddelen. Dat vocht wordt bij risicopatiënten per infuus toegediend en zou nierschade voorkomen. Dat infuus vereiste dat ze 1 tot 2 dagen werden opgenomen. Dat zijn zo'n 100 tot 150.000 mensen in Nederland per jaar. En dat was heel belastend voor zowel ziekenhuis als patiënt. En er was niet echt veel wetenschappelijk bewijs voor. En daarom zijn we dit onderzoek begonnen, om te kijken of dat infuus wel zinvol was. En dat bleek niet het geval. Sterker nog, het heeft meer nadelen dan voordelen. We hadden eigenlijk verwacht dat het geven van een infuus toch enig effect zou hebben. Dat het de nieren een beetje zou beschermen. We dachten alleen dat misschien de kosten en de complicaties daar niet tegenop zouden wegen. Maar wat we hebben gevonden is dat er gewoon geen verschil was tussen de twee groepen in nierfunctie, dialyse of overlijden. En die uitkomst heeft een grote impact. En inmiddels zijn de Europese en Nederlandse richtlijnen ook al aangepast en wordt het niet meer toegediend aan deze patiëntengroep. En dat heeft een enorme impact op de klinische praktijk, want je vermijdt de complicaties van de infusen, zoals hartfalen. Je maakt bedden vrij voor andere patiënten. En in Nederland besparen we 50 tot 100 miljoen euro per jaar.